Het publiek op de Hungaroring heeft zaterdag een prachtige kwalificatie voorgeschoteld gekregen voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen is er niet in geslaagd om zijn zesde pole position op rij te pakken. Die eer ging naar Lewis Hamilton. Maar Ronald, we hebben wel weer een prachtige kwalificatie kunnen aanschouwen. Ja, absoluut. Hè. Dit was echt lust voor het oog. Ook voor de mensen hier op de tribune. Die hebben wel waar voor hun geld gekregen. Ik moet zeggen, dat hele gedoe met de banden, dat hoeft voor mij persoonlijk nog altijd niet. Dat hoeft ook voor heel veel coureurs niet. Max Verstappen zei bijvoorbeeld van, ja, weet je, in Q3 reden we allemaal op soft. En juist toen was het leuk. Dus dat had ook vanaf het begin wel gekund in zijn ogen. Maar het was inderdaad vermakelijk. Mercedes heel goed. Maar Mercedes vorig jaar hier ook goed in de kwalificatie. Hè? Toen George Russell op pole position. Nou, om Russell maar meteen even te behandelen. Die was behoorlijk boos op het team achter mij, op Mercedes. Hij zei van ja, dat ik eruit vloog in Q1, dat ligt niet aan de chaos in sector 3. Ik neem de andere coureurs niks kwalijk. Maar dit ligt gewoon aan ons. Wij hebben de uitvoering compleet verprutst. Want ik had nooit op dat moment daar moeten zitten. Wij hadden out of sync moeten gaan. Wij hadden gewoon eerder naar buiten moeten gaan. Want de auto was snel genoeg. Nou, dat heeft Lewis Hamilton ook laten zien. De auto van McLaren was ook snel genoeg. Dus alle lof voor dat team. Want eerlijk is eerlijk, hè, ik had het donderdag niet verwacht op zo'n soort circuit. Op een high downforce baan. Maar de meeste mensen in de paddock hadden dit niet verwacht van McLaren. Dus chapeau. Maar het eerlijke verhaal is ook dat we ook zo'n spannende kwalificatie hebben gekregen. Door de balansproblemen bij Red Bull en de balansproblemen bij Max Verstappen. Want met alle malheur die hij had, zat hij maar op 3000ste. En dat zegt mij ook wel dat als hij die problemen niet had, het misschien wel ietsje minder spannend was geworden vandaag. Nou, dat zal Lewis Hamilton allemaal worst wezen, want hij heeft uiteindelijk nu dus zijn 104e pole position uit zijn Formule 1 carrière gepakt. Ook is het zijn 9e pole position op de Hungaroring, waarmee hij recordhouder wordt voor het meeste aantal pole positions op één circuit. Ja, waar komt dit eigenlijk vandaan? Want de vrijdag van Mercedes was nog niet heel erg overtuigend. Nee, goede vraag. Ze hebben wel een paar updates ook hier. Hè. Achtervleugel is anders. Ook wat dingen qua camber van sommige voorwielophangingscomponenten is aangepast. Maar volgens Lewis zat het daar niet per definitie in. Lewis keek gewoon meer naar de uitvoering, de setup. Hij zei van ja, ik ben begonnen met dezelfde setup als Russell. Maar werkte voor mij niet geweldig. Dus wij hebben, wat jij al zei, van vrijdag na zaterdag veranderingen doorgevoerd. Nou, die werken wel. En Lewis Hamilton verdient ook als individu absoluut een compliment. Hè, 9 keer pole op deze baan, dat geeft wel aan dat je hier het maximale uit je materiaal haalt. Misschien nog wel iets meer dan dat. Dus ook compliment daarvoor. Hij vertelde het wel leuk. Hij zei van ja, ik wist voor die slotrun, wist ik in welke bochten ik tekort kwam. En ik heb in die bochten alle risico's van de wereld genomen. En maar hopen dat ik niet over track limits en dergelijke heen zal gaan. Nou ja, eind goed, al goed. En dus zat hij in het midden in de persconferentie. En hij zei, dit is pole nummer 104, maar het voelt als pole nummer 1. En ik was al helemaal vergeten hoe het voelt om hier in het midden te zitten. Nou, vervolgvraag is, kan hij morgen nog een keer in het midden zitten? Oftewel, kan hij die race ook winnen? En daarbij wees hij heel nadrukkelijk naar de man naast hem, Max Verstappen. Hij zei, nou, ik heb de long runs van Max en van Red Bull gezien. Die zagen er heel indrukwekkend uit. Dus het wordt morgen wel een hels karwei om dit vast te gaan houden. Ja, Hamilton die deelt dus de eerste startrij met Max Verstappen, die dus wel tot de tweede tijd kwam in de kwalificatie. Hij mist uiteindelijk 3000ste van een seconde voor de pole. Waar ontbrak het eigenlijk aan in de ogen van Verstappen? Nou, heb je even. Dit was een video van een uur. de conclusie was dat Max zei, de auto voelde verschrikkelijk aan. Hij gebruikte het woord terrible. En hij zei, het was alsof ik op ijs aan het rijden was. Vooral met de voorkant van de auto. Nou, en wij weten allemaal wat Max graag wil van de auto. Namelijk een hele sterke, stabiele voorkant en een wat lossere achterkant. En die stabiele voorkant had hij vandaag niet. De vervolgvraag daarbij luidt natuurlijk, ligt dat dan aan de updates? Hè? Veel besproken, ook in deze uitzendingen. Daarover zijn Max Verstappen, ik denk het van niet. Want die updates doen ook in de data gewoon wat ze moeten doen. Hè? Wat ze in de simulator ook deden, de correlatie klopt wel. Dus hij denkt niet dat het daaraan ligt. Vervolgvraag van mijn kant was dan nog in de persconferentie. Ligt het misschien aan dit format, hè? Met minder bandensets, dus minder rijtijd op vrijdag, minder goede voorbereiding op de kwalificatie. Daarover zei Max, nou ik denk het ook niet, want wij hebben alsnog wel heel veel verschillende dingen kunnen proberen. Alleen wij hebben uiteindelijk de verkeerde afslag genomen, dus de uitvoering aan onze kant is gewoon niet perfect geweest. Nou daar baalde hij wel van, want hij zei ja ik streef altijd naar perfectie.
Heel veel kwalificaties is dat ook gelukt dit jaar, maar deze niet. Aan de andere kant kun je zeggen, als je het hele verhaal van Max hoort, dan denk je bijna dat hij P20 staat op de grid. In de realiteit staat hij natuurlijk gewoon P2 op 3000ste. Maar daarover had Max een soort tegeltjeswijsheid. Namelijk, hij kijkt niet echt naar het scorebord. En hij zei, als het gevoel slecht is, dan is het gevoel slecht. Dat is bijna Cruyffiaans. Maar hij zei, ja, dan zeg ik het ook gewoon. En daar was hij dus vandaag heel open en eerlijk over. Ja, en als hij dan vooruitblikt op de race, wat denkt hij dan dat er mogelijk is? Denkt Verstappen dat hij dan de 12e overwinning van Red Bull op rij zou kunnen pakken? Ja, nou ja, kijk, als je op Lewis afgaat natuurlijk wel. Hè, want Lewis wijst heel erg naar Red Bull of naar Max als favoriet. Maar Verstappen zei zelf, ja, die longruns, wat daar baseert hij zich op, zijn van vrijdag. Dat waren ook geen hele lange longruns, by the way. Maar hij zei, toen was het veel cooler dan dat het op zondag gaat zijn. Dus ik weet niet of die tijden heel representatief zijn. Bovendien zei Max van ja, Mercedes is vaak beter in de race dan in de kwalificatie. En inhalen is hij niet heel makkelijk, alhoewel hij vorig jaar wel vanaf P10 won. Maar hij denkt dat het in dat opzicht wel een kluif gaat worden. Maar hij denkt ook dat Red Bull zondag wel heel snel gaat zijn. Want toen ik hem die vraag stelde over het format, gaf hij nog als een soort bonusantwoord mee. Dat hij zei, morgen gaat het dus warmer worden, althans is de bedoeling. En die hoge temperaturen moeten mij wel in de kaart spelen, ook met de setup die ik nu heb. Dus ja, het warme weer zou morgen wel eens de vriend van Red Bull kunnen worden. Achter Hamilton en Verstappen verraste McLaren eigenlijk opnieuw door de gehele tweede startrij op te eisen. Lando Norris klokte de derde tijd op minder dan het tiende van Hamilton. En Oscar Piastri kwam uiteindelijk tot P4. Wat zegt dit eigenlijk na Silverstone, toen McLaren ook heel goed presteerde en ze eigenlijk zelf verwachten dat het niet per se net zo goed zou gaan op de Hungaroring? Nee, ja, heel verrassend, hè? Want dit is een totaal ander circuit en ook hier doen ze het. Dat zegt mij eigenlijk wel dat die updates overal werken. Lando Norris blijft nog altijd wel voorzichtig, hè? Want ook hij zat in de persconferentie. En Lando zei van ja, ik wil die conclusie niet trekken. Want ja, dit is een high downforce circuit. Maar zei Lando, heel veel mensen noemen dit een circuit met veel langzame bochten. Maar Norris zei, versnelling 2 gebruik ik bijna helemaal niet hier. Dus het is volgens mij meer medium speed dan low speed. En zei hij, in die paar low speed bochten die er zijn, hebben wij nog altijd wel wat problemen. Hij noemde bijvoorbeeld de chicane, hè, bochten 6 en 7. En dat klopt wel, want daar stond ik vandaag op trackside. En daar zie je dat die McLaren coureurs nog wel een beetje worstelen. Maar onderaan de streep enorm knap, dus echt petje af. En het leukste van alles vind ik nog, dat beide McLaren coureurs eigenlijk niet tevreden waren. Lando Norris zei van ja, ik sta er minder dan 1/10 achter. Mijn rondje was niet geweldig, dus ik baal eigenlijk en had misschien wel op pole moeten staan. En Oscar Piastri zei, mijn rondje was average, hè, was gewoon gemiddeld, gewoon doorsnee. Maar als ik er ook 1/10 achter had gestaan, had ik mezelf echt voor de kop geslagen. Dat geeft ook wel aan hoe snel succes kan wennen. Dat McLaren nu al eigenlijk baalt van P3 en P4, ja, dat zegt alles over de vooruitgang die zij in de afgelopen weken hebben geboekt. Ja, over vooruitgang gesproken, dan heb je het ook over Alfa Romeo, dat met 2 auto's in de top 10 eindigde. Joe Guanyu kwam uiteindelijk tot de 5e startpositie en Valtteri Bottas tot P7. Daartussenin stond de fabrieksferrari van Charles Leclerc. En pas op P8 zagen we Fernando Alonso terug als beste Aston Martin coureur. Op voorhand hadden we eigenlijk toch wel iets meer verwacht van Aston Martin, omdat de Hungaroring natuurlijk best wel bochtig is en de Aston Martin op dat soort circuits best wel goed uit de voeten kan. Ja, absoluut. Over Alfa Romeo gesproken, wel heel verrassend, vond ook Ferrari. Want Charles Leclerc zei, ik zag die tijden van Alfa en ik dacht, ja, die rijden ook met een Ferrari motor. Dat kan niet kloppen, dat moet een soort fout in het systeem zijn. Die rondetijd kan niet echt zijn, maar die was dus wel echt. Nou, dat vond ik wel aardig. Aston Martin valt inderdaad tegen. Al zei Alonso, ja, we staan er weer 4/15 af en dat staan we altijd. Het is puur dat andere teams beter zijn geworden. Dat komt door updates, maar Alonso gooit ook de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. En had een hele aparte verklaring, toch wel een beetje spicy wordt dit. Want zei hij vandaag in de paddock, ik denk dat die veranderende verhoudingen ook te maken hebben met de nieuwe bandenconstructie van Pirelli, die op Silverstone is geïntroduceerd. En zei hij, volgens mij is die constructie bedoeld om Red Bull af te remmen en om Aston Martin af te remmen. Hij zei, Red Bull heeft het ook moeilijker, hè? Op Silverstone hadden ze maar 3 seconden voorsprong op de meet, hè, Max dan. En zei hij, aan de andere kant is het juist om McLaren en Mercedes in de kaart te spelen. Dus hij zet een beetje vraagtekens bij die bandenwissel die Pirelli halverwege het jaar heeft doorgevoerd. Ja, tenslotte gaan we dan nog eventjes naar herin trainer Daniel Ricciardo. Want hij heeft zich vandaag voor teamgenoot Yuki Tsunoda weten te kwalificeren.
Hij wist een plekje in Q2 af te dwingen, maar hoe kijkt hij uiteindelijk achteraf zelf terug op zijn kwalificatie? Nou, vlak voor deze opname kwam hij met een big smile, zoals we hem kennen. Hè. Hij kwam niet voorbij lopen, dus afgaande daarop denk ik dat hij wel aardig tevreden is. Nee, ja, Daniel Ricciardo, echt, ik moet zeggen, chapeau. Want ook ik had dit zeker niet van hem verwacht bij het eerste optreden sinds zijn rentree. Dus echt goed gedaan. Voor het eerst sinds 4 races weer AlphaTauri in Q2 gebracht. Nou, dat zegt wel iets. Zelf zegt hij, ik kijk eigenlijk niet zo naar de posities, want ik weet ook niet wat ik kan verwachten. Hij zei, ik kijk alleen naar Yuki Tsunoda, want dat is in mijn ogen een goed referentiepunt. Ook omdat Yuki dit jaar gewoon heel goed bezig is. Nou, zegt hij, daar zit ik voor, dus daar ben ik heel blij mee. Hij is ook blij met de stap die hij individueel heeft gezet na vrijdag. Hebben we ook in de F1-update benoemd, hè, dat hij ruimte voor verbetering had. Hij zegt, die ruimte heb ik benut en ik zit nu ongeveer op 98%. En misschien het allerbeste nieuws wel voor Ricciardo is dat hij zei, ja, deze auto is niet geweldig, maar wij missen vooral downforce in algemene zin. En zei hij, wat belangrijk voor mij is dat de balans van de auto die ik als coureur voel, hè, waar we het ook bij Max over hadden, die is niet eens zo slecht. En daar was hij een beetje bang voor, omdat hij vooral worstelde met de balans in zijn McLaren-periode. Maar hij zei, dit is een balans waar ik wel mee kan werken. Dus ja, morgen, hij zei, dat wordt ook fysiek een uitdaging. De Hungaroring is fysiek vrij zwaar. Hij zei, daar wil ik echt geen verwachtingen op gaan plakken. Maar dit is wel een vertrekpunt waar hij, ja, een beetje vertrouwen mee kan tanken en waar hij op kan voortborduren. Dat is de conclusie. Ja, dankjewel Ronald. Of Ricciardo morgen in zijn eerste race voor AlphaTauri meteen richting de punten gaat kunnen rijden, dat zien we natuurlijk tijdens de Grand Prix van Hongarije. De 70 ronden tellende race begint morgen om 3 uur 's middags. Wij zijn er aan het eind van de dag weer met een nieuwe F1-update. Wil je weten wanneer de nieuwe video online staat? Abonneer dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot morgen.